My darling, we gaan terug. Kom binnen. Van Lemmer naar Urk over het IJsselmeer. Gisteren nog rustig water, maar vandaag zit het tegen. Ja, het was gewoon een beetje te heftig. We zijn daarom voor het begin van onze vaartocht veroordeeld tot de enorme poldersluizen. Ja. Dat is hem, hè? Ja. En de vlakke polder zelf, die met het verhaal erachter toch heel interessant kan zijn. De beloning is groot. Urk, ooit een eiland, tegen wil en dank vastgeklonken aan de polder, maar nog steeds trots uitstekend boven het lage land. Dit is onze boot. En dit zijn wij. Meestal varen we in Friesland, maar als we vakantie hebben, toeren we door heel Nederland, het liefst zo ver we kunnen komen. Onze vaartocht begint in Lemmer, waar we na de twee sluizen de Noordoostpolder induiken. In Emmeloord gaan we stuurboord uit naar Urk, het voormalige eiland dat we eens goed gaan verkennen. Helaas moeten we daarna een klein stukje terug, maar deze keer varen we bij Emmeloord rechtdoor en gaan via Marknesse en de voorste sluis stuurboord uit over het Zwarte Water, langs het Kampereiland naar Kampen. 6 sluizen komen we tegen. De bruggen zijn allemaal hoog genoeg. Hoog torent hij uit boven de zeilroede, de Tjerke on het Dok, door de Lemsters liefkozend de Lemster Toer genoemd. Wat is het nummer? 0320. 0320. 76. 76 10. Kies er 2 voor aanmelding bij een sluis. Oh, weet jij welke sluis het is? Friese sluis Lemmer. Rutten. Ja, 6 moet ik hebben. Bovenzijde zijn wij, hè? Ja. Nou, mooi. De Friese sluis is de oudste sluis van Flevoland. Gebouwd in de jaren 40 van de vorige eeuw tijdens de drooglegging van de Noordoostpolder. Gaat die nou weer omhoog of niet? Waarnaar ook de voeten verwijzen. Droge voeten. Dankzij het gemaal naast de schutsluis. Nou, dit is ongeveer 2 meter. Zijn we er zo'n beetje? Ja, ik denk ongeveer nog een metertje. We zijn in de eerste IJsselmeerpolder. De nieuwe noordoostelijke polder in het IJsselmeer wordt omsloten door een dijk die van Lemmer naar Urk en ten zuiden van Schokland naar het vasteland loopt. Onderdeel van de Zuiderzeewerken, de afsluiting van de watermassa in het hart van Nederland. Om nieuwe watersnoodrampen te voorkomen, maar ook voor het maken van nieuw landbouwland. Dit boothuis staat op de grens van het oude en het nieuwe land. Het huis staat stevig in de polder. Het schip op zijn dak markeert de hoogte van de Zuiderzee. Het is behalve het water, het riet, de bruggen en een enkele boot het enige dat we zien op onze tocht over de Lemstervaart. Zelfs de huizen van band staan verscholen achter de bomen. Vermaak je je nog een beetje? Ik doe mijn best. Maar het is wel ontzettend saai. Het is een beetje nog erger dan het Noord-Hollands Kanaal. Wat mij betreft wel 3 keer zo erg. Maar goed, het is even een dikke uur en dan zijn we bij Emmeloord. Even kijken waar hier een prullenbak is. Ja, op naar de toren. Die toren is de Poldertoren. Die volgens de ontwerpers van de polder beslist geen kerktoren mocht worden. Want geen enkele kerk mocht uit toren naar boven een ander geloof. Maar het moest wel een hoge toren worden, als middelpunt van de polder. En zo werd het een watertoren. Met klokken. En die leeuwen, ze lijken wat misplaatst aan de voet van de toren. Ze komen dan ook uit een andere tijd en bewaakten ooit het Merwedekanaal. Emmeloord kreeg ze cadeau bij het 10-jarig bestaan.
De oorspronkelijke vier liggen verspreid door de polder. Dit zijn replica's. We gaan verder over de Urkenvaart, waar zowel de vaart als de naastgelegen weg naar Urk genoemd zijn, maar waar de nieuwe polder geen Urkerland mocht heten, maar zijn werktitel behield, Noordoostpolder, kortweg NOP. Een afkorting die in de oorlogsjaren ook stond voor Nederlands onderduikersparadijs. Genoemd naar de duizenden mannen die hun toevlucht zochten in de polder om Duitse dwangarbeid te ontwijken. Op de voormalige zeebodem worden niet alleen schelpen gevonden, maar ook verdronken dorpen. Uit oude bronnen blijkt het te gaan om Marknesse en Nagelen. In wat nu het Kuinerbos is, zouden de nederzettingen Veenhuizen 1 en Veenhuizen 2 hebben gestaan. En vliegtuigen uit de oorlog en zoveel scheepswrakken dat de polder met recht een scheepskerkhof genoemd kan worden. Bij draineringswerkzaamheden in het nieuwe land van de IJsselmeerpolders is men in de afgelopen jaren geregeld op scheepswrakken gestoten, waarvan vele van grote oudheidkundige waarde bleken te zijn. Het is efficiënt ingericht boerenland. Een groot contrast met het voormalige visserseiland Urk, dat tegen wil en dank aan de Noordoostpolder werd vastgeklonken, maar toch zijn eilandmentaliteit bleef houden. Om me alvast wat voor te bereiden op dit eiland met zijn bijzondere geschiedenis, lees ik De Ontdekking van Urk van de Belgische schrijver Matthias de Klerk, die een tijd op het voormalige eiland woonde en de bewoners beschreef van deze kerkelijke en hechte gemeenschap. Maar voordat we er zijn, moeten we eerst nog even door de Urkensluis, waar we weer zo'n 5 meter omhoog schudden. Eenmaal bovenop de keileenbult, die Urk feitelijk is, zitten we 9 meter boven NAP. Daar is dan de Houtripdijk. Ja. En daar zie je volgens mij de Lange Jan van Enkhuizen. Mm-hmm. En daar Lelystad. Daar, bij de mast. Lelystad moet nog even wachten, want we blijven nog een dagje op Urk, waar je een mooi rondje kunt lopen langs de nagebouwde zeewering. Hier spoelde eens de zee rond het top en joeg de storm soms het water op. Zodat je nog enig idee hebt van het eilandgevoel. Dat niet alleen maar roze geur en maneschijn was. Zoals je kunt zien aan deze ijsflat, die met een dichtgevroren zee de enige verbinding was met het vasteland. Waarmee niet alleen de post werd vervoerd, maar ook de grutters waren en de zieken. Gaan ze dan de haring zegenen? Of wat? Nee, het was een zegen dat de haring kwam. Oh. Nog in de Zuiderzeeperiode. Ik denk dat je hier het hoogteverschil kunt zien, hè, van het voormalige eiland Urk. En wat aan de overkant wat ingepolderd is. Klederdracht zie je nauwelijks meer op het eiland. Maar het geloof heeft, dankzij de oude tradities, wel stand gehouden in deze kerkelijkste gemeente van Nederland. Er zijn maar liefst zo'n 20 kerken voor de 20.000 inwoners van Urk. De oudste kerk is het kerkje aan zee, pal naast het vissersmonument voor omgekomen vissers. Als om aan te geven hoe religie en visserij verstrengeld zijn op het eiland. De zee geeft en de zee neemt. En je kunt alleen maar bidden. Van het kerkhof werden in de 19e eeuw schedels gestolen. Om te onderzoeken of de bewoners van het geïsoleerde eiland nog leken op de oer-Nederlander. Wetenschappelijke resultaten leverden het niet op. Maar de onderzoekers meenden wel te kunnen zien dat de Urkers niet geschikt waren om te boeren op het nieuwe land. En zo werd Urk uitgesloten van de polder. De bewoners moesten zelfs 8 jaar wachten op de aanleg van een autoweg. Zijn het hier toch wel bijzondere schepen? Ja, ja. Ik zit er ook naar te kijken. Ik heb geen idee waar die voor dient. Maar Urk heeft stand gehouden. En zelfs meer dan dat. Het heeft nog steeds de grootste vissersvloot van Nederland. De meeste visverwerkers. En er worden geavanceerde schepen gebouwd. Maar nog altijd blijft het gevoelsmatig een eiland. Waar veel jongens de gouden oorring dragen, die vroeger garant stond voor het dekken van de begrafeniskosten na een overlijden op zee. En waar vuurwerk niet alleen wordt afgestoken tijdens de jaarwisseling, maar ook op een voor ons doodgewone zaterdag. Dat is de middelvinger van Urk, lees ik in het boek van de Belg. Vuurwerk is het signaal aan alles en iedereen dat je vierkant de boom in kan. Ja, maar er is overal wel wat. Ik breng alvast het vuilnis even weg. Ja, fijn. Als jij dan nog even water opzet voor koffie, ja. Dan kunnen we zo weg.
En neem jij dan de stroomkabel mee terug? Ja. Is wel fijn, hè, dat je hier niet steeds muntjes in het apparaat hoeft te gooien. Nou, we wouden eigenlijk via het IJsselmeer, Markermeer in Amsterdam. Dat gaat vrij hard waaien. Dus ik denk dat het beter is dat we binnendoor gaan door de polder. Via Dronten, Lelystad, Almere. En dat we daar oversteken in Amsterdam. Kom binnen! Dit vinden we niet leuk. Ik bedoel, we zouden niet zinken of zo, maar dan zit je niet met plezier op het water. Ik ga nu binnendoor. Wat ben je eigenlijk aan het doen? De sluis de andere kant op. Ja, er ligt hier een heel groot vrachtschip. Het ligt een beetje in de weg. En we kunnen gewoon die kant op. Moet ik die kant op? Ja. Oh, ik ben helemaal in de war. Een paar golfjes en je bent in de war? Ja, maar gelukkig heb ik jou bij me. Dan komt het helemaal goed. Moet je maar even bellen, hè? Wat nu? Nou, opnieuw bellen. Welkom bij de provincie Flevoland. Kies nu de zijde van aankomst. Kies een 1 voor bovenzijde sluis. Ja, hè? Ja. Kies een 2 voor beneden. Nou, dan hebben we beide kanten. Ja, ze allebei tegelijk open, denk ik. Niks geen Dronten of Lelystad dus. Maar gewoon terug over de Urkenvaart. Bij de splitsing in Emmeloord gaan we nu rechtdoor over de Zwolse vaart naar Marknesse. Kies een 6 voor Friese sluis. Kies een 7 voor Blauwe Droger. Kies een 8 voor Kampersluis. Kies een 9 voor Marknesse sluis. Ja, dat is hem, hè? Ja. U bent aangemeld bij de Marknesse sluis aan de benedenzijde. Oh, ik heb het alweer verkeerd gedaan. Aan de benedenzijde? Ja, ik dacht dat ik het goede nummertje intikte, maar nou, dan nog maar een keer, hè? Ja. Oh, ik heb per ongeluk zo net een 2 gedaan. Het aangemeld bij de Marknessensluis aan de bovenzijde. Nou, dan hoop ik niet dat ze me leeg hebben laten lopen. Nee, maar dit was ook wel heel dom. Ja, hij staat op groen. Doeg! Hier kan hij wel. Ja. Hier. De vlaggetjes hangen er nog van het grote feest ter ere van het 80-jarig bestaan van Marknesse. Dat ze daarmee het oudste dorp in de Noordoostpolder is. Na nog een stukje vlak polderland komen we aan in het voorste bos. Dat werd aangeplant omdat dit stukje land ongeschikt was voor de landbouw. Achter de bomen liggen de Maasvlakte, Deltawerken, de havenmond van IJmuiden en zelfs de oliehaven van Libië. De stroombeweging wordt nauwkeurig in kaart gebracht. Niet de echte natuurlijk, maar schaalmodellen. Waar Nederland voor het computertijdperk leerde werken met water. Voorbij de voorste sluis varen we stuurboord uit het Kadoelemeer op. Een randmeer van de Noordoostpolder. Dat zijn naam dankt aan het naastgelegen buurtschap Kadoelen. Bij het scheepvaartgat is de ingang naar de Goot, die uitkomt in het Ganse Diep. Vroeger de hoofdstroom van de IJssel, maar dat is al heel lang geleden. De eilanden in de IJsseldelta groeiden aan elkaar tot het huidige Kampereiland. Halverwege Kampen komen we deze obelisk tegen, ter ere van een baron die zich inzette voor het Zwolse Diep. Een belangrijke vaargeul naar Zwolle, die verloren ging bij de aanleg van de polder. Voordat we
de IJssel op kunnen varen, moeten we door de Ganzensluis, waar de sluismeester ons herkent van YouTube. Vond je het wel een leuk filmpje? Heel leuk. Meerdere filmpjes. Oh, gelukkig. De sluis wordt ook wel gekscherend de druppelsluis genoemd. Met de druppels, dat is witte wijn. Heb je het wel eens geproefd dan? Nee. Ja, ik weet ook niet hoe witte wijn is van. Maar een glaasje wijn is ons nog niet gegund. Aan de kade ligt de kamper Kogge, een reconstructie van een wrak uit de vroege middeleeuwen, dat in 1983 werd gevonden in de Flevopolder. Dus net was er hier eentje groen, hè? Wij leggen aan naast de Koggewerf in de nieuwe buitenhaven, voor het inslaan van leeftocht voor de komende dagen. Morgen gaan we verder op onze tocht naar Zeeland. De vorige keer haalden we het niet vanwege de wind. Gaat het deze keer wel lukken? Jullie gaan het zien. Geef de video een like en abonneer je op ons kanaal. Dan zie je de nieuwste video's meteen. Deze knop bedankt. Kun je een bedrag naar keuze doneren. Waarmee wij nog veel meer video's kunnen maken. We willen iedereen die dat bij de vorige video's gedaan heeft hartelijk bedanken. We stellen het bijzonder op prijs. En jullie allemaal bedankt voor het kijken.